Voorzitter, september vorig jaar lag het ICT-systeem dat toen nog alleen de uitbetaling van de kinderbijslag en de AOW regelde op zijn gat. Sociale Verzekeringsbank besloot daarop te stoppen met de ontwikkeling van het systeem, zodat doorgaan met het project volgens een tussenrapport, omdat doorgaan met het project volgens het tussenrapport zeer problematisch zou zijn. Kosten 43,7 miljoen. De oude systemen uit de jaren 80 zijn opgelapt en versterkt. Nou, voorzitter, het resultaat hebben we nu gezien. Tienduizenden zorgmedewerkers, zo niet 100.000, hebben niet uitbetaald gekregen. Zorgovereenkomsten niet beoordeeld, verkeerd beoordeeld, gewoon weg zoek geraakt. Een extra team nam de telefoon op. En dat zou alles oplossen. Dat waren mensen, zoals zij zelf aangaven, die geen inhoudelijke informatie konden geven, maar alleen alle vragen en klachten konden noteren. Zelfs doorverbinden bleek problematisch. Onrust alom. Zorgmedewerkers die het risico niet wilden lopen zonder geld te zitten, kozen ervoor om voorlopig maar tijdelijk ergens anders te gaan werken in plaats van de o zo nodige PGB-zorg te leveren. Gevolg? Mensen hebben hun zorg gemist. Budgethouders die het salaris van hun zorgmedewerkers niet voor konden schieten. Gevolg? Voorlopig maar afzien van zorg. En de zorgmedewerkers die het nog wel geloofden in het mantra dat alles goed zou komen en gewoon hun werk hebben gedaan, worden aan hun lot overgelaten. Zij krijgen niets uitbetaald, maar hun vaste lasten gaan wel gewoon door. Wat zegt de staatssecretaris tegen alle ouders die financieel volledig afhankelijk zijn van het PGB? Tegen de moeder uit Nieuwsuur van gisteren die geen verjaardagscadeau voor haar zoon kon kopen. Helaas pindakaas, volgend jaar beter. Maandag zou het verlossende woord komen, althans volgens de Partij van de Arbeid. De brief van de staatssecretaris. En wat een deceptie deze brief. En wat een arrogantie. Niet gelijk ingaan op de problemen, maar eerst nog even uitweiden over het waarom van het huidige systeem. Iedereen in deze Kamer steunt het trekkingsrecht, maar er waren altijd al vragen of de SVB deze extra taak wel aan zou kunnen. Niet dus, blijkt nu, maar de inhoud van de brief probeert de aandacht te verleggen naar de budgethouders en de zorgverleners, die toch allemaal duidelijk ruim van tevoren geïnformeerd waren en zelfs herinneringen hadden gekregen. En er waren toch al extra maatregelen genomen, het zogenaamde noodscenario. Dit noodscenario heeft alleen niet gewerkt. Tot zover de reactie van de regering. Het had de staatssecretaris gesierd als hij zich wat bescheidener had opgesteld. Een mea culpa was op zijn plaats geweest, in plaats van de opmerking dat de invoering eenmalig wel wat meer last zou geven. Iedereen kon vanaf gisteren zijn declaraties indienen, maar helaas de Sociale Verzekeringsbank was niet te bereiken. Wat zijn nu de garanties van de staatssecretaris? En waar kunnen mensen terecht die in problemen zijn gekomen omdat ze hun vaste last in januari niet hebben kunnen betalen? Als we van systemen naar mensen willen, moeten mensen wel in systemen staan. Als we van systemen naar mensen willen, moeten systemen wel werken. Wanneer is dit opgelost? Hoe wordt het opgelost? En is het dan ook echt opgelost? Graag een reactie van de staatssecretaris. Ja, voorzitter. Allereerst de complimenten aan de staatssecretaris. Dat mag ook gezegd worden voor de ruimhartige excuses die hij heeft aangeboden aan de mensen die zich toch wel geschoffeerd en gekwetst voelden. Dat mag ook gezegd worden. Dat was ook een hoopvol begin van de tweede termijn. Helaas volgden daarop een aantal teleurstellingen. Dat is ook de reden dat ik de motie van mevrouw Keizer heb meegetekend en ik heb tot slot nog één vraag aan de staatssecretaris. Het zou heel fijn zijn als hij ons een termijn kan geven waarop hij vindt dat het opgelost moet zijn, zodat we hem daar ook op af kunnen rekenen.